ben Mitchell, ik ben 27 jaar en ik ben coördinator techniek binnen Gronds. Eigenlijk ben ik er een beetje ingerold en ik ben hier eigenlijk nooit meer weggegaan. En het plan is ook om hier voorlopig nog eventjes te blijven hangen. Wij komen binnen, we bereiden ons ding voor op het podium, dus we leggen de monitor alvast neer. We zorgen dat de mengtafel, dat het geluid allemaal werkt en dan vaak na ongeveer een uurtje komt de band binnen. Dan ontvangen we de band, we bieden ze wat drankjes aan en we gaan dan even in overleg van hoe gaan we de avond aanpakken. Je moet heel veel communiceren en ik denk dat dat zeker voor de jeugd heel positief kan uitpakken. Nou, we zijn eigenlijk altijd op zoek naar enthousiaste mensen die de fijne kneepjes van het vak willen leren. En we hebben hier best wel veel jonge mensen die hier binnenkwamen. Nog een beetje onzeker en aftastend. En dan op een gegeven moment na een paar avonden meekijken, dan toch zelfstandig een avond draaien. Met licht of geluid. En dat je ze helemaal op ziet bloeien. En ik denk dat dat ook de kracht is van de Gronds. Dat je voor iedereen is een soort van, is er een plek. Dus je bent niet snel de underdog. Ik doe eigenlijk het technische stuk ervan. Dus ik zorg ervoor dat alles blijft werken. En Daan die helpt mij daar ook daarin, want ik heb niet heel veel tijd. Dus als er echt moeilijke grote dingen zijn waar Daan of anderen niet uitkomen, dan kunnen ze mij altijd bellen of ik kom dan naar Gronds om het te fixen. Mijn naam is Daan. Ik werk hier nu zo'n 8 jaar hier in Studio Gronds, waarvan eigenlijk de laatste 5 voornamelijk als geluidstechnicus. Het leukste hieraan is toch ook inderdaad wel de verscheidenheid aan artiesten die je hier binnenkrijgt. Ik denk dat eigenlijk de meeste geluidstechnici hier in Studio Gronds specifiek medewerker zijn geworden met het doel om geluid te doen. Iedere medewerker hier kan ook aangeven wat ze verder willen leren. Of dat bijvoorbeeld nou doorgroeien is tot teamleider of eventueel licht of geluid leren. Ja, dat is heel goed mogelijk hier. En we hebben de mensen ook hard nodig. Het is ook inderdaad dat Studio Gronds voor mij altijd een beetje een zandbak geweest is waar ik heel makkelijk nieuwe ideeën kan uitproberen. Daar ook de ruimte voor krijg als je een idee hebt om dat te kijken of dat geïmplementeerd kan worden.